Weer een fantastisch reisprogramma voor u. En er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden. Zonnige bestemming, zoals hier, waar de zon volop schijnt in Amerika. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere bestemmingen. En dan praat ik over busreizen, bootreizen, vliegreizen, vaarreizen, jongerenreizen, alle leeftijdreizen. En heel bijzonder, en dat is nieuw, dat zijn onze singlereizen. Beter Uitreizen heeft als grootste christelijke reisorganisatie ook het grootste aanbod van reizen voor iedereen. Jongeren, singles, gezins en alle leeftijden reizen. Er is een enorm reisaanbod, zoals verre reizen, cultuurreizen, bootreizen, sportieve vakanties, treinreizen, cruises, bijbelse reizen, campingclubvakanties, vliegreizen en familievakanties. De grootste christelijke reisorganisatie betekent ook een stukje inkoopvoordeel. Dus wij kopen veel vakanties in. En wie veel inkoopt, heeft een stukje kwantumvoordeel. En dat betekent dat wij goede kwaliteit kunnen bieden aan de mensen. Want dat verwachten de mensen. Maar dat we ook dat altijd voor een hele redelijke prijs kunnen doen. Dit is het hartje van de Sahara. Een enorme zandvlakte waar het ongelooflijk waait. Grote zandstormen. Van zandstormen tot vulkaanuitbarstingen. Je maakt veel mee op een verre reis. Wie verre reizen doet, kan veel verhalen, luidt het spreekwoord. Nieuwe vergezichten, culturen, kennis maken met eeuwenoude beschavingen en stammen. Verre reizen zijn ontdekkingsreizen. Ursula, u bent jongerenreisleider bij Beter Uitreizen. Ja. Waarom doe je dat? Dat doe ik omdat het fantastisch werk is. Allereerst om de jongeren te ontmoeten. En daarnaast om gewoon een geweldige vakantie voor ze neer te zetten. En waar wilt u heen? Israël. Ja? Ja. Waarom kies u voor Israël? Nou, we zijn er nog nooit geweest. En we zijn natuurlijk veel bezig in kerkenwerk. En ik zit ook in de kerk. Dus je wil niet toch in het land komen waar de Heer Jezus rondgewandeld heeft. Onze vele Israëlreizen van 8-daagse tot 15-daagse reizen staan meestal onder leiding van een predikant. Bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij zonderde zich af van hen ongeveer een steenworp ver, knielt neder. En dan staat er in Handelingen 10, dat die geschiedenis van Cornelius. En er was de Caesarea, dus hier op deze plek, iemand genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. Een godvruchtig man, een vereerder van God. Beter Uit heeft drie eigen vakantieparken. Weijerse Woud op het drielandenpunt van Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk.
En het jubilerende vakantiepark La Draille in de Franse Dordogne. Feest dus. En op alle parken hopen we dit jubileum te vieren. Samen met vele honderden enthousiaste gezinnen. Ja, toen waren we naar een andere camping en toen vroegen de kinderen weer, gaan we weer naar La Draille? Nou, de oudste is, die wordt 17. Nou, vind ik toch wel heel belangrijk als de kinderen zelf aangeven dat ze naar een goede camping willen. Vakantiepark Walsdorf ligt tussen de toeristische trekpleisters Diekirch en Vianden. Walsdorf, een oase van rust, midden in de Luxemburgse Ardennen. De Beteruit vakantieparken zijn geliefd bij kinderen, jongeren en hun ouders. Uniek is het gratis recreatiewerk. Met de vele activiteiten verveelt niemand zich op de parken. Samen, dat is wat een jongerenreis bijzonder maakt. Op een campingclubvakantie verveel je dan ook geen moment. Ja, koorreizen, dat is eigenlijk ook iets waar mensen graag mee op reis gaan. 3 à 4-daagse, à 5-daagse koorreizen met elkaar, samen iets zingen in kerken en kathedralen. Met elkaar ook het geloof op die manier uitdragen. En dat gaat in heel Europa. Dat gaat in heel Europa. Onlangs hebben we een mooie trip gemaakt naar Berlijn. Vorig jaar in Edinburgh. Het jaar daarvoor zaten we in de St. Paul's Cathedral in Engeland. Dus wat dat betreft, het is allemaal zeer de moeite waard om daar ook een keer mee te gaan. Ik hoop dat iedereen zeer zal genieten van een vakantie in eigen sfeer. Met beter uitreizen ben je beter uit.